SC Heerenveen Vrouwen speelt vrijdag haar eerste uitwedstrijd van 2015. Vorige week, tegen Standaard Luik, verloren ze met 2-0. Natuurlijk niet wat ze wilden, zegt verdediger Lisanne van der Wal. We hadden gehoopt op gelijkspel, dat we dat er sowieso uithaalden. Standaard Luik is gewoon een goede ploeg, maar we hebben het een beetje laten liggen. Waarom hebben jullie niet gewonnen? Ik denk vooral dat we de eerste paar minuten niet fel genoeg waren, niet scherp. En we gaven al snel de goals weg. En ik denk dat dat ons de kop heeft gekost. Jullie hebben er natuurlijk al over nagedacht deze week. Wat is het grootste verbeterpuntje dat je uit die wedstrijd hebt gehaald? Ik denk vooral vanaf de eerste minuut scherp beginnen en het niet laten liggen. En ik denk vooral ook de kansen afmaken die je wel krijgt. Dat kan nog steeds beter. Ja, want jullie hebben pas 9 keer gescoord dit seizoen. Hè? Je hebt nu een nieuwe spits erbij uit Zweden, Michaela Johnson. Wat voor invloed heeft zij op de groep? Nou, het is gewoon een goede speelster. En ze heeft gewoon in de tweede league van Zweden heeft gewoon veel gescoord. En we hopen dat ze dat ook bij ons kan doen. Voor onze doelpunten zorgen, zodat wij stappen omhoog kunnen maken. Van der Wal zelf is niet zo van doelpunten maken. Zij voorkomt ze liever. Vrijdag mag ze aan de bak. Jullie spelen nu tegen ADO Den Haag. De spits van ADO, Linette Berestein, die heeft 12 doelpunten gemaakt. Dat zijn er meer dan jullie in totaal. Wat zeg jij dat? Dat zijn cijfers, maar je weet niet in wat voor wedstrijden ze de goals heeft gemaakt. En ik denk als we haar aanpakken, dan gaat ze in ieder geval tegen ons geen goals maken hoor. Jij staat op de back. Linksback, rechtsback is nog niet duidelijk. Maar de kans bestaat dat jij Linette Berestein tegen gaat komen. Zin in? Ja, zeker. Het is altijd een mooie uitdaging. Ook omdat je bij onder 19 al eens een aantal keer tegen elkaar gespeeld hebt. Dus het wordt zeker leuk. Het is de topscorer van de competitie ook. Hè? Wat is dat voor een speelster? Ze is vooral gewoon echt heel snel. En ze heeft wel een neus voor de goal. Maar ADO is meer dan alleen Berestein. Van der Wal heeft zich al goed voorbereid. Ze hebben goede spelers en spelen hetzelfde systeem als ons, dus het wordt een leuke wedstrijd. Tenminste, daar ga ik wel van uit. Want wat verwacht je? Ik verwacht in ieder geval dat wij 100% de inzet gaan tonen en nu wel gaan laten zien dat wij Heerenveen zijn en dat wij niet over ons heen laten lopen. Eerste overwinning van 2015? Nou, dat zou heel mooi zijn.